3FM maakt eerst de tussenstand bekend van het Glazen Huis en start met een bedrag van bijna 8 ton voor Stichting ALS Nederland. Na de eerste 24 uur van radioactie Serious Request heeft 3FM maandagavond de eerste tussenstand bekendgemaakt van het opgehaalde geldbedrag. Na de eerste dag is er een bedrag opgehaald van €791.646. Op onze redactie staat verslaggever Matthijs Semmeling. Matthijs, dat klinkt als een vrij hoog bedrag. Is het dat ook? Ja, bijna 8 ton inderdaad. Dat is een hele mooie start. In het verleden zijn er wel grotere bedragen voorbij gekomen, maar die piek in de populariteit heeft het Glazen Huis al ver achter zich laten liggen. Natuurlijk zitten er in dit bedrag ook veel donaties die al op voorhand gedaan waren. Dus het zal niet zo zijn dat er nu dagelijks 8 ton binnenkomt. Maar vaak tegen het einde van de week, als er veel persoonlijke acties ook aflopen, wil er wel eens een piek in de tussenstand te zien zijn. Voor de DJ's ligt nu de tweede dag achter de rug. 2 dagen zonder telefoon, maar vooral zonder eten en heel weinig slaap. Houden zij dat een beetje vol? Ze vinden het zeker zwaar en dan moet het grootste deel van de week nog komen. Afgelopen middag sprak ik online even met Barend van Delen. Hij had toen net even wat slaap gepakt en was gaan het klaarmaken voor zijn radioshow. Kijk even mee. Hoe is het nou eigenlijk om in het Glazen Huis te zitten? Nou, geweldig man. We zijn er nog niet eens 28 uur binnen, maar het voelt al als een week. Het weer valt vandaag een beetje tegen, wat natuurlijk minder is. Maar gisteravond, wat we hier hebben meegemaakt, dat hebben we denk ik in 15 jaar Serious Request niet meer gezien. Het was krankzinnig. Ja, maar je zegt wel, het voelt als een week. Vind je het zwaar? Ja en nee. Het is natuurlijk, weet je, het is anders dan normaal. Dat je gewoon lekker een programma gaat maken en dan ga je heen en dan ga je weer naar huis. En nu ben je de hele dag hier, maar het is ook vooral heel erg leuk. Het geeft heel veel energie. Er gebeurt veel. En ik hou gewoon van radio maken. Dus ja, dan is het al snel leuk. Ja, en natuurlijk is gisteravond de eerste tussenstand bekend geworden. Wat vind je van die tussenstand? Lekker toch? Absoluut, ja. Nee, bijna 8 tonnetjes. Ik ben benieuwd waar we vanavond weer naartoe gaan. Dat voelde heel goed. En dat is een hele goede bevestiging. Wat vind je ervan dat er zoveel mensen komen kijken over de hele dag? Dat is natuurlijk te gek, weet je. We doen het gewoon. In de basis ben je gewoon radio aan het maken natuurlijk, hè. Is dat wat je doet. En alles wat erbij komt kijken is meegenomen. Nou, dat het zo ontzettend leeft in Nijmegen. Nu wel echt wat minder, hoor. Wat logisch is, want het is echt verschrikkelijk weer op dit moment. Het zijt in de regen, de grasdakken die komen naar beneden. Maar geweldig. Dat kan je alles van vinden. Super sympathiek en heel erg gewenst. Heb je dit jaar ook al bijzondere verhalen gehoord van mensen die langskwamen? Ja, absoluut. Mensen die een paar maanden pas diagnose hebben gehad waarvoor het doen. Die ALS hebben. Die dan toch nog zoveel kracht en energie op weten te brengen. Om grote sponsoren lopen te organiseren. Mensen die familieleden zijn verloren. Die verhalen aan de brievenbus. Het lijkt een kleine ziekte. Alleen wat er wel gebeurt is dat het. Uiteindelijk hebben heel veel mensen er wel familieleden aan verloren. Of kennen weer mensen die in hun kringen mensen aan hebben verloren. Dus ja, het is veel groter dan ik had verwacht. Ja, je zit er nu bijna 2 dagen. Hoe heb je de eerste dag ervaren? Super vet. De eerste dag was het gelijk gezellig, gelijk vol. En een radio maken ging ook goed, sfeer top. Als het zo blijft, dan blijf ik zitten tot mijn hart, als je niet uitkijkt. Ja, en wat vind je nou het moeilijkste deze week? Je telefoon niet hebben of niet eten? Ja, maar dat is natuurlijk geen vraag. Dat zijn allebei vervelende dingen natuurlijk. Maar het begint te wennen zonder telefoon. Ik begin me meer zorgen te maken over dat moment dat je hem weer aanzet, weet je wel. Kijk je er naar uit om er weer uit te mogen of zit je eigenlijk wel lekker op je plek? Nou ja, ik kijk er nu nog niet uit om er uit te mogen, want we zijn nog lang niet klaar. We moeten nog veel meer schat ophalen. Nou, zoveel met dingen gebeuren. Dankjewel. Dat we nog geen enkele reden hebben om er naar uit te kijken om eruit te gaan. Dus die heb ik zeker nog niet. Gelukkig zit de positiviteit er nog goed in. Matthijs, vanavond zijn er weer optredens. Ik begreep dat het gisteravond ook erg druk was op de Grote Markt. Klopt, en niet alleen op de Grote Markt, maar ook in een grote cirkel daaromheen.
Gisteravond trad zanger Tom O'Dell op en dat bleek een grotere publiekstrekker dan ingeschat. De grote markt werd op een bepaald moment ook afgesloten. Er mocht niemand meer bij en het publiek reikte tot diep in de Burgerstraat. Dat leverde overigens ook wel mooie beelden op, zoals het moment waarop iedereen meezong met zijn megahit Another Love. Dat zag er zo uit. Vanavond dus weer nieuwe optredens. Zojuist was er al een optreden van Wies en later vanavond zijn ook Cloud en Kriskos Amsterdam te zien op het podium. Neem wel een poncho mee, want het blijft nog wel even regenen. In de ochtenden is er ook dagelijks een optreden, maar dan in het Glazen Huis. Morgenochtend zijn dat de dames van Eugene en die hoor je rond 9:50. Ja, Matthijs, dankjewel voor je bijdrage. Twee studenten van het Juverta zijn een inzamelingsactie gestart om geld op te halen voor Stichting Dierenlot en de Dierenambulance Nijmegen. Deze organisaties kampen momenteel met een tekort aan essentiële benodigdheden zoals voer en dekens. Om zowel de stichting als de dierenambulance te ondersteunen, hebben Iris en Ellis een crowdfundingscampagne opgezet. Wij vragen aandacht voor Stichting Dierenlot en voor de Dierenambulance Nijmegen, omdat zij door het feit dat zij van de overheid geen overheidssubsidie krijgen, maar toch willen helpen, hebben ze gewoon donateurs nodig, mensen die spullen aanleveren en dat willen wij nu verder zetten. We hebben vooral gevraagd van wat hebben jullie nodig? We hebben ze hier op school uitgenodigd, ook met Stichting Dierenlot samen. Van, goh, wat hebben jullie nodig nu in de winter? Ze vangen heel veel egels op, heel veel haasachtige, dus dekentjes, voeding, noem het maar op, hebben zij gewoon echt wel nodig. Naast de crowdfunding hebben ze ook nog een andere manier bedacht om geld in te zamelen. Op 20 februari 2024 hebben we hier op school een veiling. Dit is voor Stichting Dierenlot. En dan zouden wij een heel mooi bedrag willen inzamelen die we uiteindelijk aan het einde van de avond ook kunnen geven. En dat doen we puur inderdaad om geld in te zamelen voor een uiteindelijk een mooi bedrag. Nou ja, we hebben verschillende items die wij gaan veilen. Waaronder een gesigneerde cd van André Rieu en wat platen van Frank Boeien. Er zijn ook andere items die wij gaan veilen, zoals ook wat hierachter staat. De actie is al goed op weg met het aanwakkeren van aandacht. Hij wordt zeker positief ontvangen. We zitten nu op een €165. Daar komt nog het geld van het statiegeld inzamelen ook nog bij. En we hopen natuurlijk met de veiling nog een extra grote booster aan te geven, dat we echt een mooi bedrag kunnen opschrijven voor hun. De geïnteresseerden zijn van harte welkom op de veiling. Mensen kunnen meedoen, kunnen zich inschrijven via Eventbrite. Dat is een site, die staan ook op onze socials waar ze te vinden zijn. En inschrijven kan tot 8 februari. En de inschrijving is gratis. En op die manier weten we hoeveel mensen er kunnen komen en hoeveel mensen er verwacht worden. De studenten zijn hoopvol over de actie. Ik hoop inderdaad op een hele grote opkomst. Dat we uiteindelijk een mooi bedrag kunnen geven aan Stichting Dierenlot. En misschien ook dat de spullen nog worden gegeven voor de dierenambulance. En dat we hun blij kunnen maken en heel veel dieren hier in Nederland kunnen helpen. Voor de tweede keer binnen een maand zitten ruim 100 Oekraïense vluchtelingen samen met de bemanning vast op het opvangschip aan de Veerdam in Druten. Door het hoge water in de Waal is de kade ondergelopen. De situatie duurt nog zeker enkele dagen. Alleen bij noodgevallen kunnen mensen het schip verlaten. De Veerdam is sinds zaterdag afgezet en wordt beveiligd. Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag niemand de kade op of af. Mocht er een noodgeval zijn, dan kan een klein bootje worden ingezet. Ook kan er eventueel een helikopter op het dak van het schip landen. In Beneden-Leeuwen komt een wooncomplex van het Oude Huis. Een complex waar senioren en starters samen onder één dak leven. Jongeren kunnen onder gunstige voorwaarden wonen. In ruil daarvoor brengen zij af en toe tijd door met de oudere medebewoners en doen ze klusjes voor ze. Initiatiefnemer Het Oude Huis realiseert op de hoek van de Waterstraat en de Van Heemstraweg de komende jaren maximaal 38 zorgclusterwoningen voor senioren en maximaal 10 studio's voor starters. Het project is bedoeld voor lokale inwoners. Een groot deel van de woningen wordt verhuurd tegen een betaalbare huurprijs. De paraplu was vandaag je beste vriend. De hele dag bleef het regenen en dat zal ook een groot deel van de avond nog zo blijven. Pas komende nacht wordt het op steeds meer plaatsen droog. Met een beetje mazzel blijft het morgenochtend ook nog droog in onze regio. En krijgen we in de loop van de middag pas weer met een nieuw regengebied te maken. Het wordt daarbij niet koud, morgen 9 tot 10 graden.
Op donderdag kunnen we de paraplu nog steeds niet opbergen, maar wellicht wel inruilen voor een stormparaplu. We houden te maken met buien en een regengebied en de wind zal aantrekken tot zeer stevig. Tussen de buien door kan het van tijd tot tijd even droog zijn en de temperatuur gaat iets omhoog naar zo'n 12 graden. Verderop in de week blijft het nat en hebben we uitzicht op een regenachtige kerst. Tot zover het RNS Even regionieuws van dinsdag 19 december. Voor het laatste nieuws kun je terecht op onze website rns7.nl. En volg ons zeker ook even op de sociale media via RNS Even online. Dan blijf je natuurlijk ook deze week op de hoogte van alles rondom het Glazen Huis. Nu kun je kijken naar een nieuwe en ook tevens de laatste NIC-update van dit jaar. En morgen zijn we weer bij je terug. Graag, tot dan!